van mijn wonden. Dit oude verzet was een rest van onvolwassenheid. Ik heb meer dan de meeste mensen hebben. Ik merkte het wel aan hun aandacht voor wat ik zei en deed, maar ik kon het zelf nooit geloven. Ik dacht altijd, ze vergissen zich. En elke enge droom die ik 's nachts had, kwam hierop neer dat ze die vergissen. Kunt u mij een beetje verstaan? Ja, ja hoor. Ja? We staan hier op een historische plaats. Hier heeft in 1913 het geboortehuis van Godfried Bomans gestaan. 2 maart is hij hier geboren. En in de 80 jaren is het pand en ook het pand hiernaast gesloopt. En is er nieuwbouw neergezet. En daardoor waarschijnlijk ook vergeten dat Bomans hier geboren werd. Net nog aan deze gevel een plekje kunnen vinden waar we het gedenkbord hebben kunnen hangen. Mooi staat hij onder die lamp hangen. Maar Stedion wilde de leiding niet weghalen. Zijn we hiervoor gekozen en dat past ook beter, want hier moet ongeveer ook de ingang van het huis hebben. Meneer de burgemeester, mag ik u verzoeken om het bord te openen? Ja, dat zal ik heel graag doen. Ik heb nooit geweten dat hij in Den Haag was geboren, maar waar? Heb ik nooit geweten. Hij heeft natuurlijk, u heeft een aantal citaten geciteerd over wat Bomans over Den Haag heeft gezegd met fantastische raaktyperingen. U citeerde ook dat mooie verhaal van die oom in Weesp over als het over Den Haag ging, dan was het nog altijd berispelijks in. Dat is één van de redenen waarom ik altijd vanavond ook alweer tot een aantal politici gezegd. Als je het over de politiek en dan aan de nationale politiek hebt, heb het over het Binnenhof. En heb het slechts over Den Haag als het over deze mooie stad gaat. Bomans, ik denk dat u, maar ik ook, ben, zou je kunnen zeggen, met hem ook opgegroeid. Het was een prachtige stylist. En iemand met een, een diepzinnige speelsheid. Het is ook bijzonder dat de familie Bomans hier vandaag is. Hij heeft denk ik de Nederlandse taal, de Nederlandse literatuur verrijkt. En helaas met die Calvinistische geest die hier vaak in dit land heerst, is hij volgens mij nooit, heeft hij nooit de plek en de plaats gekregen die hij naar uw inzicht, en naar het oordeel van het stadsbestuur, gegeven het feit dat dit hier nu is, zou moeten hebben. En ik wil u daarvan het eerste exemplaar maken. Onder het woord dat we hier ook hebben afgedeeld. Zeer bedankt. Dat zijn wel. En nu zag ik op de laatste pagina, en het staat keurig dat het aan mij is aangeboden, en daar staat meester Josias van Aartsen. Nu hadden we het vanochtend al over de manipulatie van de waarheid, maar net als Bomans heb ik mijn rechtenstudie nooit afgemaakt. Bomans zou hebben gezegd, dit is te veel.